Richard, je hebt een heel andere outfit. Wat is de reden? Nou, dit is best wel vies werk. Dus ik wil ook niet dat mijn vrouw me elke keer boos wordt dat ik andere kleding verpest. Dus daarvoor... Nee, daar zit u nu op te wachten, hè? Daarom. Goed. Wat ga je ons laten zien? Want we hebben net iets voorbereid en dat staat op een sticky. Dat staat op een sticky, nou, dat hebben we gezien, hè, dat voorbereiden. Dus we hebben het nu allemaal in laagjes gemaakt. En nu gaan we de printer aanzetten. Wat ik doe, ik zet de verwarming aan, waardoor ik de hars, hè, dus het vloeibare middel, ga verwarmen. Ik doe de stick erin, in de machine. En de machine gaat nu denken, oké, ik heb een stick erin, ik ga er nu voor zorgen, ik moet iets printen. Nou, ik ga hem instellen op de manier waarop die ingesteld moet worden. Want elke hars heeft ook weer zijn eigen instellingen. Ik ga nu kijken naar de print die we erin hebben gezet. En ik heb deze naam genoemd. En die noemde ik Sloep Rob. Als ik die aanvink, ga ik kijken. Hé, dit zijn alle onderdelen die wij net hebben gemaakt. Dus wat ga ik doen? Ga ik deze dus aanzetten. Waardoor er uiteindelijk dit geprint gaat worden. Goed, dit hoort er nog bij. Ja, ik ga de bouwplaat erop waar uiteindelijk het product op wordt gebrand, hè, door UV. En het enige wat we nog moeten doen is wachten tot de machine 30 graden is. Ik doe de kap er even op, dat alle apparatuur die erin zit, alles 30 graden is. Als het 30 graden is, kunnen we gaan... Maar waar is nou die hars? Die is nog aan het voorverwarmen. Oh, dus je komt er uiteindelijk nog bij? Je komt erbij. We zijn nog niet helemaal klaar. We zijn bijna dat we kunnen beginnen. Ik gooi de hars nu in een bak. Hoe weet je nou hoeveel je nodig hebt? Dat weet ik niet. Ik weet aan de hand van het programma ongeveer. Maar ik gooi er hem altijd een liter in. Dan weet ik dat ik altijd goed zit. Ik doe er snel weer de bak op, want anders gaat de temperatuur weer omlaag. Want er zit een thermostaat in hier die aangeeft hoe warm het is binnen in de machine. Ik denk dat we klaar zijn om te gaan printen. Nou, laat maar gebeuren. Wij gaan op play drukken. En nu zie je dat de machine omlaag gaat. De bouwplaat zakt naar beneden. Nou ligt de bak helemaal in de hars. Bijna. Hij gaat nu naar beneden. En nu gaan we net de lagen die ik jullie eerder heb laten zien, gaan nu op het scherm komen. Dit is laag nummer 1. En nu gaat hij zo weer naar beneden. En nu gaat hij 0,05 mm hoger. Waardoor je dus een laag op gaat bouwen. Laag, omdat hij elke keer 0,05 mm omhoog gaat. Dat is duidelijk. Maar waar komt de informatie vandaan dat hij juist op die plekken waar hij iets moet doen, dat hij daar inderdaad ook... Dat zit hieronder, maar dat kun je niet zien, omdat de hars in zit. Met andere woorden, de informatie komt van beneden uit en correct. Dat wordt verwerkt... Door een LCD-scherm, net zoals een telefoon. Ja, als je een telefoon hebt of een computerscherm, die hebben allemaal pixels. Nou, die pixels zitten dus ook hier tussen. Nou, en dat is een LCD-scherm, net zoals een telefoon. Hè. Als ik hier een pak... Dit zijn allemaal lampjes die aangaan. Dus uiteindelijk gaan de lampjes aan die hierop vermeld staan. En dat is eigenlijk heel het principe van sla printen. Richard, spannend, want er zou iets klaar moeten zijn volgens de afspraak die we hebben gemaakt met de machine. Hoe ver zijn we? Nou, hij is klaar. Zoals je kunt zien, is de machine klaar met printen. Ik ga ook de kap ervan afhalen. En als je goed kijkt, zie je hier allemaal onderdeeltjes. Zit die aan de onderkant? Die zit aan de onderkant, ja. Ja, dit is de slaapprinter. Die print op een hele andere manier. Ik draai de knop los. Ik haal de bouwplaten vanaf. En ik schuif hem erop. En dit is op aanvraag van iemand die heeft gezegd... Joh, Richard, wil je dit voor mij maken? Of is het een eigen voorraad? Hoe moet je het zien? Zeg, iemand die zei van... Joh, zou jij voor mij twee masten kunnen maken? Ik maak er altijd eentje extra... Voor de zekerheid dat ik het misschien nog zelf kan gebruiken. Of dat iemand anders zegt, joh, dat zou ik ook graag willen. Nou, dan kan ik dat maken. Nou komt het op aan. Jij gaat dit uit elkaar halen. Dat klopt. Ik ga nu alle objecten eruit halen. Die we hebben getekend in het programma. Die we eerder hebben laten zien. Wat is het eigenlijk voor materiaal geworden? Dit zijn masten voor binnenvaartschepen. Achtermasten.
En het materiaal wat ervoor gebruikt is, dat was dus een vloeistof. Dat klopt, dat is een vloeistof. Dat noemen ze resin. Oftewel in Nederlands hars. En hars die reageert op het UV. Op de UV-straal reageert hij op de, op de UV. Ja. Dus dat is het enige wat eigenlijk het werk doet. Die UV-straal die maakt van het hars, dat die vloeistof maakt iets vars. Ja, dat klopt. Dat is goed. En nu ben ik alles ondertussen alles heel rustig ervan af aan het halen. Dit is wel nauw. Want als ik even te veel hard trek, het is heel dun allemaal, dan breek ik het. Ja, dan kan je opnieuw beginnen. Kijk, hier bijvoorbeeld, dit vind ik een beetje lastig. Ik weet niet of de camera het kan zien. Ik vind het een beetje lastig om dit ervan af te halen. Dus wat doe ik? Dan pak ik een plamuurmes en dan tik ik heel zachtjes. Tik ik het support ervan af. Waardoor ik een beginnetje kan krijgen. En wat ik ook al priegelwerk eigenlijk. Ja, het is heel priegelwerk. En het risico op dat het fout gaat is vrij hoog. Maar ik hou wel van uitdagingen. Dit is denk ik maar één grote uitdaging. Ja. Nou, als het goed is deze gelukt. Eens even kijken of die echt gelukt is, dat hij niet gebroken is. Wat is het nou precies? Het is een achtermast. Ik ga je zo de andere onderdeel laten zien. Wij proberen alles zo modulair te maken. Modulair houdt eigenlijk in dat je het in elkaar kan zetten. Dus dat iemand zegt, ik wil er ook een lampje in hebben. Dat kan ik je zo laten zien. Richard, volgende. Ziet er weer net zo uit als de vorige, maar volgens mij is het niet hetzelfde. Dat klopt. Dit is, noemen ze een wash and cure, oftewel schoonmaken en drogen. Wash and cure, wat betekent dat? Nou, wash and cure, wassen. Ja, wash, we maken het schoon. Nou, dat heb ik nu even met de hand gedaan, want ik je net heb uitgelegd. Dat is een beetje lastig om in die bak te doen, anders komt die in de motor. En cure is eigenlijk herstellen. Dus je herstelt het product. Want ik heb het natuurlijk geprint. Daarna schoongemaakt. Dus nu gaan we het droog maken, oftewel curen of herstellen. Dat het materiaal uiteindelijk gewoon goed komt. En dat ga ik nu doen. Is dit een noodzakelijke actie of kun je ook zonder? Nee. Want uiteindelijk gaat het product op dat moment alle kanten op en het blijft plakkerig. Dus het moet echt gedroogd worden. Nou, je ruikt het al, hè? Het is aardig. Dit zijn de onderdelen die we net hebben schoongemaakt. Die ga ik nu curen. En curen houdt in herstellen, droog maken. Ik draai de knop om. Ik ga daar 5 minuutjes of 4 minuutjes. En nu zie je dat er een UV-lamp, die droogt het product op. Dus het is eigenlijk heel raar. Het wordt gemaakt met UV en je droogt het met UV. Nou, dit kan een proces duren omdat kleine objecten zijn 3 tot 5 minuten max. Als je te hard cured of te hard herstelt, dan kan het gaan breken. Dan kan het gaan scheuren. Dus daar moet je ook rekening mee houden dat je dat niet te lang doet. Het principe van sla. Printen. Maar we hebben ook nog een traditionele printer. Daar ben ik ook vreselijk benieuwd naar, want daar hebben we het ook over gehad. En daar hebben we, dacht ik, ook een programmaatje voor gemaakt. Dat klopt, dat is deze machine. Traditionele 3D printer. Wat ik hiermee ga doen, ik ga deze machine aanzetten. We hebben alles op het stickje gezet, hè, bij de computer. Ik ga ervoor zorgen bij deze machine dat we gaan printen. Ik selecteer het bestand, net zoals ik bij de andere printer heb gedaan. Die zet ik aan. Vervolgens zeg ik tegen de machine, ga lekker warm worden, want dat willen we. Nou, wat heeft deze machine, dat is meer visuele te zien dan die. Daar zie je eigenlijk niks. Ja, dat hij omhoog gaat omlaag. Hier ga je straks zien dat hij draait. En dan zorgt ervoor dat je ook op dat moment echt kan kijken, hey, gaat goed. Bij hem kan je niet zien of het fout gaat. Want dingen kunnen ook fout gaan. En dan ben je te laat. Ja, dan moet je opnieuw beginnen. Er gaat iets gebeuren. Ja, er gaat iets gebeuren. Wat hij nu gaat doen, hij heeft zich nu voorverwarmd. En hij gaat zich eigen nu eventjes, als je ziet, zie je er een wit draadje uitkomen. Ja. Als je hier kijkt, zit hier een draad en die gaat heel zachtjes in een verwarmingselement. En die verwarmt het. En de tekening weet, oh ja, of de machine weet, ik heb de tekening geladen. Dus nu ga ik printen. En dit is dus wat de meeste mensen kennen qua printen.
om te kijken hoe het kan. Eén ding wil ik nog heel graag laten zien aan jullie. En dat is dit. Dit is een nieuwe techniek. Hebben we net even stiekem naar gekeken. Schitterend. Ja, ik vind het ook wel heel bijzonder, want het is vrij nieuw. Heb ik geleerd van een maatje van mij, die ook 3D print. Nu, als je dit ziet, denk je van ja, leuk. Ja, het zijn allemaal laagjes. Maar vervolgens gaan we... Ja, het is ongelooflijk knap. Ja, gaaf hè? Ja, dit vind ik heel erg mooi. En dit is gewoon een foto? Ja, heb ik een foto ingeladen in een programma. En die maakt het... eigenlijk weer een programma, zullen we zeggen. En die zorgt ervoor... Dit is mijn dochter. En die zorgt ervoor dat het in allemaal verschillende laagjes wordt geprint in 3D. Voel maar. Richard, het was verbluffend wat we hebben gezien. Je hebt ons in een kort tijdsbestek laten kennismaken met het fenomeen. Want iets anders kan ik het niet noemen. 3D-printen. Je hebt het gedaan met de... Zullen we maar zeggen, de klassieke manier en de nieuwe manier. Het is fantastisch. Mensen hebben interesse, daar ben ik van overtuigd. Wat te doen? Ze mogen contact met me opnemen voor vragen. En ze mogen ook altijd even langskomen als ze dat willen. Ik leg het met liefde uit. Oké. En om nou een klein beetje een voorbereiding te doen voordat ze hier alleen maar met vragen komen. En dan een klein beetje te weten wat er achtergrond is. Kun je ze iets aanraden om te kijken? Ja, je zou op YouTube kunnen kijken. Ja, er staan heel veel dingen die je dus kunt opzoeken. En als je daar 3D print intikt... SLA, SLA printing of FDM printen, dan ga je heel veel zien. Nogmaals, ik denk dat een hele hoop mensen zeggen van, ik wil er meer van weten. Dat ze allemaal in rijen van 14 voor de deur staan, verwacht ik niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat mensen nieuwsgierig zijn geworden. Dank voor jouw tijd en dank voor alle uitleg. Ja. Het was, ik stond af en toe met mijn mond vol tanden, dat gebeurt mij niet vaak. Nou, goed. Blij dat ik dat mocht zijn dan. Oké, dankjewel.